Woensdag is het een jaar geleden dat twee vliegtuigen zich in de twee torens van het World Trade Center boorden. Duizenden mensen kwamen daarbij om. Kunstenaar Frans Ouwekerk was zo aangeslagen door het nieuws dat hij de gebeurtenissen op zijn manier verwerkt heeft. Ik reed op dat moment op de Eiweg hier in de gemeente Haarlemmermeer, een polderweg. En ik luister vaak naar Radio 1 en daar hoorde ik de onheilsboodschap. Was dat gelijk voor u inspiratie om er een kunstwerk over te maken? Ja, die affiniteit had ik er gelijk mee. Ja, de waanzin en later de beelden die de wereld overvlogen. En radio, kranten, noem maar op. Ik kon het totaal niet bevatten. U hebt het vrij simplistisch weergegeven. Iedereen herinnert zich ook nog beelden van mensen springend uit ramen. Ik zie hier geen ramen bij. Is dat bewust? Nee, ik zoek het minimale. En dat wil ik weergeven. En dan moet de boodschap daarin zitten. Ja, als die er niet in zit, is het jammer. Maar ik denk dat die meer dan duidelijk is. Je ziet de twee torens met die communicatiepunt. Op het linkerpaneel en op het rechterpaneel de stofwolk. Met de communicatiepunt die verdwijnt. En de communicatiepunt blijft nog overeind. Wat wilt u daarmee zeggen? Ja, omdat het natuurlijk in de hele wereld draait het om communicatie. Dialogen. Maar die je toch blijkbaar tekort ziet. Hoe beleeft u de komende 11 september? Ik denk schilderend. Maar het hoeft niet per se iets met New York en Washington te maken te hebben. Nee, dat denk ik niet meer. Dat is nu voor mij geschiedenis.